We zijn vandaag bij Voetbal for Unity op Zeeburgia. Het programma wat mogelijk is gemaakt door de UEFA Foundation for Children en de Europese Unie. En hier achter ons staan een aantal mensen die in ons programma hebben meegedaan. En een aantal statushouders uit heel Nederland die lekker tegen elkaar komen spelen. To myself, football means the world because it's a kind of passion for me, you know? It's a love. Football for Unity is een fantastisch project, want het sluit nauw aan met de doelstellingen die we eigenlijk hebben in zaken inclusie, integratie van mensen in Europa. Meeting other cultures, other countries is unity, binding them together. It's really, really fun today. Like I enjoy it myself. For me, football is everything. We just having fun and then just playing nice and good. For the people, you know, to be integrated or to also feel respected, it's fantastic that they can participate in these events. Ik vind het leuk. Dit is ervaring voor mij de eerste keer in veld in Zeeburgia. Veel mooi. I'm enjoying it, you know, I'm having fun. It's nice, you know, to be part of the group, you know. Nu heb ik nieuwe mensen die heb ik gezien. Een paar mensen die heb ik al lang tijd niet gezien. En ik zie hun hier en dus ja, ik vind het heel leuk. I came here to join because as I read an announcement, it was for men and women together. So I wanted to come and join. To be introduced with everyone, to make a great contact with people from different nationalities. It's part of, you know, my journey, you know, like playing football and then having fun, you know, with a group like this, you know, and then with you guys, you know, so I appreciate everything, you know, and yeah, I'm happy. We come verschillende kanten van de wereld, maar altijd voetbal brengt iedereen, hoe zeg je, samen.